Ja, vrienden, gemeenteraadsverkiezingen. Ai. Zijn we er klaar voor? Zijn we, ja, want kijk, ik wil maar, ja, één ding. Ja, één ding moet er maar gebeuren, jongens. En ja, ik ga geen stemadvies uitbrengen, hoor. Nee, ik ga ook niet zeggen, je moet dit of je moet dat. Maar ik geef het maar even mee als gedachte. Dat we, één ding mag er maar eigenlijk niet gebeuren. Is dat D66 als de winnaar, stel je voor, D66 als de winnaar uit deze verkiezingen komt. En dat we weer die kakelende kaag boven op een tafel gaan zien dansen. En dat zou het zijn, beste mensen. Dat wil ik maar vragen, dat je dat voorkomt. We gaan nou niet, weet je wel, wat het gebeurt dan zo vaak. Ga nou niet thuis zeggen, bijvoorbeeld tegen je vrouw, of je vrouw zegt tegen je man en zegt van, oh, ik weet nog niet goed wat ik ga stemmen en nou, ik zie het wel als ik in het hokje sta. En dat je dan in het hokje toch in één keer weer een kleine 10 jaar krijgt en dan toch op K gaat stemmen. Doe dat nou niet. Doe dat nou niet. Dan zou ik zeggen, als je daarna toch staat, doe dan een lokale partij. Neem dan gewoon iets lokaals en ga daar lekker op stemmen. En zeg, geef dan even als boodschap af aan Rayon, ook aan Den Haag, maar zeker aan Kaag, van we vinden het niks. Maar dat is wat er moet gebeuren. Want als je toch in het hokje staat, denk daar nog even na over dat geblunder van die Kaag. Want ja, dat was het niet met de formatie, weet je nog? Och, het was verschrikkelijk. En we moesten een toespraak houden. Ik viel bij een van de missie van Afghanistan. Had je de verkeerde speech? En wat dacht je van als minister van Buitenlandse Zaken? Hey, hallo, met al dat geblunder van al die mensen die uit Afghanistan moesten komen. En dat ging helemaal mis. En, oh, en toen moest ik, geloof ik, aftreden. Dus dat is allemaal Kaag. En pas geleden was ze niet, ja, gewoon niet in de Tweede Kamer om vragen te beantwoorden over koopkracht. Dus dat is allemaal Kaag. Dat moet je allemaal in je hoofd prenten als je daar staat in dat hokje. Ja, en weet je nog met de formatie? Toen moest het dus nodig toch, moest toch allemaal over links, weet je wel? En, ja, weet je wel, de ChristenUnie mocht niet en de Partij van de Arbeid moest wel en de GroenLinks. En, oh, maar dan heeft ze een jaar lang heeft ze Nederland onbestuurbaar gemaakt, die Kaag. Nou, en dat hele linkse gebeuren, als D66 en die Kaag toch zo nodig links willen, nou, dan kunnen we dat nu doen met deze verkiezingen. Laat D66 en Kaag links liggen.